Shoot and Tessa. En dan zie ik dat papiertje alweer. Nou, dan zie ik alweer een heel populair liedje. Maar als ik zo naar jullie kijk, dan zie ik ook jullie echt heel populair. Hoe jullie kleren laten hebben, helemaal goed. Ik ga er aan die kant voor jullie staan. Want ook voor jullie is een filmpje gemaakt natuurlijk. Dus zullen we er eerst even naar kijken? Ik ben Tessa en ik ben 10 jaar. Ik ben Sjoerd en ik ben 10 jaar. Wij doen Das en Kuduro van Don Omar. En dan zie ik zo dat filmpje. En dan zie ik zo de kinderen en dan zie ik jullie hier. En dan zien jullie wel heel erg stoer en populair uit. Wauw, geweldig zeg. Zijn jullie er helemaal klaar voor? Nou, dan hoef ik alleen maar te zeggen, hier is Don Omar! Jeetje, wat kunnen jullie schudden met je billen zeggen?
deed. Hartstikke leuk om te zien. En wij zagen op een plaatje staan Job, Sjoerd en Tessa. En toen zaten wij zo van, Tessa? Je past perfect tussen die jongens. Dat is heel leuk. Nou, de dans was echt geweldig. Ik heb genoten van jullie. Dankjewel, Annabel. Mario? Nou, wat gezegd, mijn kleding was echt goed. Ik wees stond toen weer een beetje rug naar me toe. En ik dacht, waar is dat meisje aan? Dat is heel goed gekleed. Nou, de danspasjes, goed uitgewerkt. En ja, je was gewoon de bom. Jullie waren er gewoon. En jullie weten ook de tekst. Als het geschreven wordt, schreeuwen jullie ook. En dat is moeilijk. Want het is best wel steeds dezelfde tekst. En die uitspattingen van die rappers, nou, dat moet je wel weten. En dat weten ze. Dus nou, dat vond ik hartstikke goed. En nou, complimenten. Jullie staan op een kind. Kom maar, top. Nou, ik vond het helemaal geweldig. Ik wil graag nog één applaus voor Job, Sjoerd en Tessa!